ben Aung San Choi. Ik ben journalist, ik werk op de VRT. En ze hebben mij eigenlijk gevraagd voor vrijwillige reporters van het Enterfestival te coachen. Het Enterfestival is gespreid over 6 dagen eind van de maand april. In 4 locaties, 4 wijken en ook op 2 plekken in het centrum van Antwerpen. Een sociaal-artistiek festival. Kortom, kunst in Antwerpen. Kunst in de vorm van dans, muziek, film, theater. Het reporterslabo is eigenlijk de festivalverslaggeving. Maar ook weer eigen aan het Enterfestival zetten we in op vrijwilligers. Mensen die geen professionele achtergrond hebben als journalist, maar die dus de kans grijpen en met volle goesting verslag uitbrengen van het festival via beeld, artikels schrijven, fotomateriaal, filmpjes en eigenzinnige verslaggeving en recensie. Dus er zijn interviews met producenten, met theatermakers, met dansers, choreografen en zo meer, die we al op de website zetten voor de voorstellingen, voordat de evenementen plaatsvinden. En dus via die verslaggeving van onze reporters krijgen het breed publiek, krijgt eigenlijk op die manier al een voorsmaakje. Van 18 tot en met 26 april zijn er in verschillende Antwerpse wijken activiteiten in het kader van het Enterfestival. In het uitgebreide programma zit beslist ook een voorstelling die u wil gezien hebben. Bekijk de filmpjes en lees de interviews van de reporters op enterfestival.be en maak uw keuze.